respecteren. Laat ik maar even dat hij zich op zijn gemak voelt. Hij denkt, het ziet er toch anders uit dan daarnet. Hij zit in deze passagier. Super, het ziet er heel mooi uit. Oké, Loes. Hartstikke goed. Kies één kant om te draaien, want je brengt hem in verwarring door het eerst zo en dan zo. Ik denk het ook, dat dit makkelijkste voor hem is. En het tweede, het is net rijexamen hoor, of een rijles, dus je moet overal op letten. Maar het tweede wat ik je wil vragen, zorg ervoor dat je er niet afspringt voor jij het zegt. Oké, ja. Dat is niet, die boot moet echt een safe plek zijn en jij beslist wat er gaat gebeuren op het boot. Ja? Goed, kom maar jongen. Oké. Timmer, kom maar, let op. Hoog, start, goed zo. En netjes. Doordraai. Mag ik vanaf? Ga maar af, hè. Dag, maar hoor. De volk is er wel, hè? Ja, dat is niet helemaal. Maar, zo. We gaan het anders doen. Ik ga naast hem staan. Jij gaat eraf en je zegt dat je moet wachten. Ik ga zitten. En gebruik je woord, hè? Ja. Spring! Goed zo, netjes. Oké, dat gaan we nog een keer doen. Kies ook of je hem wil laten zitten of liggen. Ja, want de ene keer is het zitten, de andere keer liggen. Ik denk, ik zou hem laten zitten, omdat, maar dan moet je maar even zeggen of ik dat goed heb gezien. Hij de neiging heeft wel een beetje zo. Nou, wel goed. En straks moet hij van boord af. En dan heb je een zit, een wat actievere houding voor het springen. Dus ik zou bij hem zeker kiezen voor zitten. Ja? Hartstikke zoet, vent. Ja. Timmer, kom maar, let op. Naast. Neem je tijd, hè? Draai, hou je zit verkeerd. Kom op. Doordraai. Draai. Goed zo. En knap van je, goed zo. Kom op. Begin jij eerst maar, hè? Blijf. Oké. Loes, blijf vriendelijk met je stem. Okay. Ja? Want als hij het spannend vindt omdat er gewiebeld wordt en jij gaat dan wordt het nog spannender. Okay. Ja? Ja, meestal is dat bij hem iets van oké. Ja, maar hij vindt het te spannend. En dan wordt het, kijk, zijn staart, hij is niet helemaal happy meer. Dus probeer vriendelijk, maar wel beslist te blijven. Ja? Ja. Lastige combinatie, inderdaad. Oké. Okay. Kom maar, Timmer. Door hem zijn tuig te pakken. En dan gaat heb je zijn tuig of zijn halsband? Je hebt nu zijn halsband. Dus liever zijn tuig, want dan krijgt hij geen halscorrectie. Oké. Okay. En dan ga je met een snoepje aan zijn neus en huid gaat wiebelen. Nee? Heel goed gedaan. Hè? Ja, rustig. Oké, hij heeft heel zachtjes. Kan het zijn dat hij van geluiden schrikt? Hij is bang voor vuurwerk. Auw! Ja, dat vermoeden had ik al. Weet je, hij reageert namelijk op het gekraak. Zal ik even de bed onderuit halen?